Medirest, cateringpartner voor de zorgsector, het Center for Primary Food Care Leuven en het AZ Jan Palfijn Gent willen patiënten die chemotherapie krijgen weer met smaak laten eten. Hiervoor werd de O-box ontwikkeld, die het komende jaar binnen een Europees project in 3 ziekenhuizen wordt getest. Medirest is een specialist in voeding in de zorg en zorgt voor maaltijdvoorzieningen voor zorginstellingen in het hele zorgtraject. Zijn er van maaltijd aan huis, woonzorgcentra, ziekenhuizen en dergelijke meer. We willen een actieve rol opnemen in het maaltijdvoorzieningen in de zorgsector. Zijn de zorgorganisaties gaan inspireren en begeleiden naar alles wat maaltijdvoorziening is. Met een hele sterke focus naar voedingsinname. We hebben eigenlijk op de dienstoncologie veel patiënten die ten gevolge van hun behandeling smaakveranderingen hebben. En die variëren enorm. Dat kan gaan van een slechte smaak in de mond tot eigenlijk een volledig verstoorde smaakbeleving. Het is eigenlijk zo, wanneer dat mensen minder gaan smaken, gaan ze eigenlijk hun plezier ook verminderen om te eten. Ze gaan minder voeding gaan innemen, ze gaan gewicht verliezen en eigenlijk de algemene levenskwaliteit gaat achteruit. Als ze gewicht gaan verliezen, is dat natuurlijk nadelig op het algemene genezingsproces. Wij gaan in het AZ Jan Palfijn ziekenhuis primary food care implementeren. Wat wil zeggen dat we voedingsproblemen bij patiënten gaan proberen aan te pakken in eerste instantie met gewone voedingsmiddelen, gewoon bereide maaltijden, die dan later, als dat niet voldoende helpt, kunnen gecombineerd worden met klinische voeding. Voor dit project hebben we een zogenaamde O-box ontwikkeld. Dat is een box met daarin een aantal flesjes met bereide voedingsmiddelen in een bepaalde concentratie. En door die O-box te gebruiken kunnen we een individueel smaakprofiel opstellen van patiënten. En dat is eigenlijk het begin van het verhaal, laten we zeggen. Want vanuit dat profiel, dat wellicht gestoord is bij oncologische patiënten door hun behandeling, kunnen we de maaltijd voor die patiënt gaan sturen op individueel niveau. Vandaar de term selectieve maaltijdsturing of smaaksturing. Ik ben blij dat we de O-box vandaag kunnen voorstellen, omdat het direct op de persoonlijke aanpak gaat richten, zodat we patiëntgerichte zorg kunnen aanbieden aan de patiënt. En daar staan wij als ziekenhuis enorm achter. Medirest pakt voeding in de zorg op 3 fronten tegelijkertijd aan. We hebben enerzijds de maaltijdvoorzieningen voor de huismaaltijden, waar we later met een nieuw concept komen. We hebben de ouderdomsondervoeding die we aanpakken in de woonzorgcentra, waar we begin volgend jaar een actieplan voor lanceren. En we hebben specifiek voor ziekenhuizen een apart programma waar we specifieke doelgroepen gaan bewerken, gaan screenen wat de smaakafwijking is. En de start daarvan geven we nu met een oncologische box.